Tot nog toe werd het kleermakersvak praktisch over de gehele wereld veelal uitgeoefend volgens precies dezelfde methode als een halve eeuw geleden. De Nederlandse kleermakers zoeken sinds lang naar economischer werkwijzen, waardoor gegadigden voor een maatkostuum dit goedkoper, maar bovenal sneller in hun bezit kunnen krijgen. In de Haagse dierentuin werd deze dagen hiervan een demonstratie gegeven. Er werd zelfs aangetoond dat het mogelijk is binnen een dag een compleet kostuum gereed te maken. De eerste pas bijvoorbeeld geschiedde al na 2 uur. De demonstratie werd gegeven voor honderden vakmensen die de verrichtingen van de kleermaker met kritische blikken volgden. Door moderne opleidingsmethoden van jonge krachten en door gebruikmaking van moderne machines verkrijgt men een grote tijdsbesparing. Na 8 uur is men volgens dit nieuwe systeem al aan de tweede pas toe. Het kostuum is dan reeds in grote trekken gereed. Ook het inzetten van de mouwen, een van de moeilijkste onderdelen van de vervaardiging van een kostuum, geschiedt volgens een vereenvoudigde methode. Binnen een dag is het gehele kostuum gereed. Hoewel de demonstratie een zuiver experimenteel karakter droeg, vormt zij voor de kleermakerij zeer zeker een aanwijzing voor een tijdsbesparende werkmethode.